Op 3 september was het exact 76 jaar geleden dat Ronse door de Britse troepen werd bevrijd van de Duitse bezetter. Ronse was de eerste Vlaamse stad die door het Engelse regiment Inns of Court werd bevrijd. Een historische dag die ze hier in Ronse elk jaar herdenken aan het herinneringsmonument aan de Engelse Laan. Ja, de Engelse Laan is voor de Ronsenaren, voor de stad Ronse, heel belangrijk, omdat daar het punt is dat de Engelsen Ronse zijn binnengewandeld om ons te komen bevrijden. Vandaar dat dat voor de stad Ronse en voor de Ronsenaren in het bijzonder een heel bijzondere en emotionele plaats is in de stad. Een emotioneel moment is het zeker voor deze André Tienpont. Hij was 76 jaar geleden aanwezig op deze plek in de stad toen de Britse troepen Ronse kwamen binnenrijden. Le premier souvenir de cette date-là, c'est quand j'ai revu mon fiancé sur la grande place de René et j'ai eu une première médaille. C'est une taloche, parce qu'elle ne savait de rien. Une taloche, ça betekent dus een klets. Dat is een lief. Ze wist van niets. Voilà, ça c'est mon premier souvenir. Et le deuxième, je n'en sais plus beaucoup, que c'était l'effervescence générale dans toute la ville, comme tout le monde. Et on a bu, on a. Enfin, on a gagné, comme je veux dire. Mais enfin, c'était la grande fête. Maar zelfs op de dag van de bevrijding van Ronse maakten de Duitsers ook nog slachtoffers in de stad. Een van hen was de 9-jarige Erik Zonneman. Bij het horen van de Britse troepen liep hij dol enthousiast het voetpad op. Maar een Duitse kogel trof hem recht in het hart. Ook voor hem worden er jaarlijks bloemen gelegd. De jong knaap liep gewoon op voetpad, omdat hij heel blij was met de bevrijding, zoals zoveel, maar het mocht jammer genoeg niet baten voor hem. Zoals ze heel veel nieuw leven hebben gegeven, verdient deze jonge man of deze jonge knaap dat ook niet. Vandaar dat we het toch opportun vonden met de stad en met het eenheidsfront van Ronse om jaarlijks hier toch wel deze jonge knaap te herdenken.